Wie kent het stratenplan van Barcelona en is op de hoogte van de geschiedenis van Suriname? Wie weet alles over de zeven dwergen? Wie kan meepraten over waterplanten, kent het oeuvre van Paul Verhoeven en weet waar Mark Rutte studeerde? Wie of wie is de slimste mens? Is het Cas Jansen? Hij kwam relaxed door de eerste ronde, werkte niet eens zo hard. Wordt hij weer winnaar van de dag? Of was het euforie aan de start? Of is het Lonneke Dort? Beppie, Clara en Betty zijn koeienamen. Maar je zult zien, zit je in de studio bij de slimste mens, kom je niet op de naam Hermien. Of is het Piet Philly? Jarenlang voelde deze leeuw zich meer een suffe kat. Maar hij is terug, hij rept en treedt op. Wie doet deze jongen wat? Welkom bij de slimste mens. En welkom bij de zomereditie van de slimste mens met vanavond als uitdager een man die helemaal terug is van weg geweest. Piet Philly. Hallo Piet. Hey, luister eens. Jij bent performer, zanger, rapper, muzikale duizendpoot. Hoe zullen we je noemen? Muzikant, artiest, maker. Maker, dat is misschien wel een goeie. Maak dingen. Ik vind het leuk om dingen te maken. Dus ja. Dat. Maar vooral muziek dus. Of maak je ook andere dingen? Ja, ik vind ook beeld maken. Of gewoon iets wat iets communiceert, daar word ik gewoon heel gelukkig van. Dus ik heb heel veel verschillende dingen gemaakt ook in mijn leven. Maar ik ben bekend als muzikant. Dus muzikant is denk ik het handig. Oké. Duizendpoot past je dus wel. Oh ja, het klinkt sowieso alsof ik stoerder ben dan ik ben. Dus laten we maar pakken gaan. Nou, laten we daarbij houden. Je bent door de ziekte van Lyme een aantal jaren weg geweest. Maar nu ben je weer helemaal terug. Hoe is het om op het podium te staan na zoveel jaar? Oh, heerlijk. Het is echt alsof je heel lang je familie niet hebt mogen zien. En je bent weer terug bij zo'n familiefeest. Het is echt... Ik moet nog woorden vinden om uit te leggen hoe vet dat is om dat weer te kunnen doen. Nieuw mens. Ja, wel een beetje. Zoiets, ja. Lonneke, welkom terug. Dit is niet het eerste tv-programma waarin je te zien bent. Je hebt eerder meegedaan aan een spelprogramma bij BNN. Ja, klopt. Ja? Rad van Fortuin heette. Rad van Fortuin? Rad met een T. Ja. Rad met een T. Ja. En hoe is dat afgelopen? Ja, goed. Ik heb een auto gewonnen. Dus, Zo. Ik vond het wel goed gaan, ja. 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 Ja, hoe kreeg je dat voor elkaar? De finale was wel spannend. Omdat je dus een auto kon winnen. Maar ook omdat we werden met z'n tweeën. Als ik het fout had, of hij goed, degene met wie ik speelde. Dan werd ik beschoten door een paintballschutter van 5 meter afstand of zo. Oh, wat leuk. Dat doet best pijn. En dan speelde je om een lichaamsdeel. Dus dan zeiden ze van, nou, we gaan nu spelen om je arm. Of om je been, of om je buik of zo. Dus dan wist je waar je hem krijgen zou. Lekker. Moet je ook eens proberen, Filip. Ja, nee. Ja. Is er misschien iets voor Maarten om te schieten op de mensen? Hè? Ja, dat trekt me wel om op de kandidaten te schieten. Ja. En op het publiek ook wel lol. Cas, gaat-ie? Ik ben relaxed. Ja. Naast jouw acteerwerk ben je ook mede-eigenaar van 3 horecazaken... om iets achter de hand te hebben voor het geval dat? Nee, een soort... dat is eigenlijk weer een beetje een uit de hand gelopen... Nou, niet een grap, maar ik wilde heel graag iets met theater, locatietheater. Daar hou ik heel erg van als bezoeker. En op een gegeven moment wilde ik dat ook een beetje gaan maken. En theater produceren, dat wilde ik ook. Ik wilde altijd andere dingen dan alleen maar spelen. En een jeugdvriend van mij van de middelbare school, die had een strandtent. En toen zaten we een biertje te drinken en toen dachten we, ja, theater op het strand, te gek, met wind, regen, mooi zonsondergang. Theater levert niks op, dus dan moet je ook iets te vreten hebben en te drinken aanbieden. Daar kan je wel. Maar is het een restaurant? Dat is het helemaal niet geworden. Uiteindelijk is het gewoon een groot restaurant in de pijp geworden, in de Amsterdamse pijp. Ja. Dus we zijn lekker bezig, alleen het theater dat laat nog even op zich wachten. Ik begrijp het. Goed. De hoogste tijd om de voorzitter van de jury aan u voor te stellen. De fetischist van de feiten. Het is Maarten van Rossum. Maarten, we gaan gewoon door met onze kijkerspost. Dat is ons dagelijkse doen. Rita uit Zwijndrecht bijvoorbeeld wil weten... Beste Maarten, wanneer was u voor het eerst verliefd? Jee, ik denk dat een jaar 13, 14 was of zo. Huh? Iets in die geest. Oh ja. Was het een leuk meisje? Nou, het was hoogst eigenaardig. Ik was veel te verlegen om er werk van te maken, dus het is nooit wat geworden. En toen sprak ik haar door een toeval 40 jaar later, of misschien wel 50 jaar later, dat weet ik niet precies meer.
En toen zei ik, god, ik moet je nog één bekentenis doen, maar in die tijd, 14 jaar, dus wanneer was dat, 1956 of zo, was ik stikverliefd op je. En toen zei ze, ja, ik vond jou ook wel leuk. Maar ja, door dezelfde verlegenheid, ships that pass in the night. Hmm. Dat is tot diep tragisch eigenlijk, hè? Zo zie je maar, je moet gewoon... Aan de andere kant ben ik er ook niet ongelukkig over, hoor. Gelukkig maar. We gaan beginnen. En we beginnen met 3-6-9. Elke derde vraag is goed voor 10 seconden. Je komt bij jullie startpremie van 60 seconden. De eerste vraag is voor Piet. Hoe heet de promenade in Barcelona die loopt van Plaza de Catalunya naar de haven? Ah, damn. Ramblas, Amblas, iets met Amblas. Damn it, ik ben het kwijt. Ja, Ramblas is goed. Ramblas, was het van Ramblas? Ja, dat is gewoon goed, ja. Okay, nice. Ja, het is gewoon goed, ja. Ja, je kunt er heerlijk flaneren, zal ik maar zeggen. Hè, Maarten, hou jij van flaneren? Ja, ik heb het nooit gedaan, dus ik weet ook niet of ik ervan hou. Maar zo te horen lijkt het me niks. Piet, hoe noem je met een Latijns woord een als geneesmiddel voorgeschreven of aangeprezen middel dat geen werkzame bestanddelen bevat? Oftewel een schijngeneesmiddel is. Een placebo. Dat is juist. Voor 10 seconden. De salsa, de cha-cha-cha en de mambo zijn dansen die alle drie uit hetzelfde land komen. Welk land? Oh, damn it. Ik twijfel tussen... ik denk Cuba, maar misschien is het... Ja, wel... Cuba is goed. Oh, vet. Het was net binnen de tijd. Oh, okay, cool. Je werd gered door de gong, zoals dat dan heet. Oké, fair enough. Ja. Ken jij de mambo dansen of de cha-cha-cha, de salsa? Sowieso mijn eigen variant ervan, sowieso. Ja, je eigen variant ben ik supergoed in. Oké. Okay. Van die dans. We gaan verder met Piet. Aan welke tv-serie danken we de uitdrukking Beam Me Up, Scotty? Star Trek. Ja, zeker. Piet, we gaan door met jou. Hoeveel van de 7 dwergen hebben een baard? Wow. Hoeveel van de 7 dwergen hebben een baard? Bonneke? 6. Ja. Weet je ook wie geen baard heeft? Misschien Dopie? Ja, dat is Dopie, ja. Wow, ja. Hoe weet zij dat? Ja, weet ik ook niet. Hoezo weet zij dat? Ik weet niet. Ja, wat goed weten. Van je. Maarten, hoe zit het eigenlijk met die dwerg, die baardloze dwerg? Nou, het gekke is dat die Dopie, de naam doet het al vermoeden... nogal een onhandig sujet is. Stoetel ook, heet hij in het Nederlands. Ja, precies. Ja. Ook motorisch. Is een daarom is het zo gek dat hij nou juist geen baard heeft. Want er zijn twee mogelijkheden. Of hij heeft een of ander fysiek gebrek... waardoor hij geen baardgroei heeft. Of hij moet het scheren. Maar iemand die zo onhandig is dat hij Dopie wordt genoemd... daarvan wacht je dat hij dus elke week onder het bloed zit... als hij die stomme baard heeft afgeschoren. Dus ik vind het een beetje ongerijmd eigenlijk... Hele interessante analyse. Ja, volgens mij is dit nog nooit eerder bedacht. Ik denk het ook niet. Lonneke, voor 10 seconden. Welk marterachtig diertje is het kleinste roofzoogdier? Het is nog kleiner dan een vleermuis en zo bang van aard... dat er een spreekwoord naar hem is vernoemd. Helaas. Kas? Geen idee. Muis? Nee, nee, nee. Ja, bang een als een muis, ik dacht. Een wezel. Oh, zo wezel. Bang als een wezel. We zijn terug bij Lonneke. De zangers Typhoon en Ilse de Lange hebben iets gemeen. Ze werkten vroeger allebei in een winkel. Wat voor soort winkel? Platenzaak? Nee. Kas? Diamantwinkel? Nee. Piet? Typhoon en ik werkten samen op een school, maar ik denk niet dat dat het was. Nee, het is een schoenenwinkel. Ja. Fair enough. Ja, schoenenwinkel gewoon. Ja, ja. Had jij een baantje voordat je beroemd werd? Ja, ik heb allerlei afgrijzelijke dingen moeten doen. Oh ja? Ja. 12 baantjes, 13 ongelukken. Vertel eens. Nou, de grappigste of de gekste die ik heb gedaan was... ik heb een tijdje schoongemaakt in een bolletjeslikkerskliniek in Bloemendaal. Nee. Dus dat is basically dat als iemand dus een... darmen gevuld had met... Right? Ja. Dan werden ze van Schiphol gebracht naar deze kliniek in Bloemendaal. En dat deden ze dan op een soort van toilet die eruit zag als een soort van futuristische troon. En die mocht ik dan schoonmaken. En dat heb ik kort voordat mijn debuutalbum uitkwam nog gedaan.
Maar dat was dus gewoon stront. Ja, het was of waren dat ook de bolletjes? Nou, het was dus ze hadden dus een soort van play die helemaal gemaakt was om de scheid te scheiden van de, van de drugs. En maar ik werd er snel ontslagen, hoor, want ik moest elke dag daar om 6 uur zijn. Ik dacht, 6:30 is ook goed. Maar daar waren ze het niet mee eens. Dus ik heb het niet heel lang, gewerkt. Helaas. Ja, best een schijnbaan. Ja, het was best een schijnbaan inderdaad. Lonneke, wat was de eerste film die regisseur Paul Verhoeven maakte in Amerika? Die speelt zich af in het middeleeuwse Italië. En Rutger Hauer speelt een van de hoofdrollen. Pas. Kas, weet jij het? In Amerika, ik dacht dat het Basic Instinct was. Nee. Maar dat is niet. Piet, weet jij het? Nee, want hij had toen al die Schwarzenegger films gedaan. Ik zit heel erg te denken welke het is. Oh, ik zou deze moeten weten. Ja, damn it. Het is Flesh and Blood. Oh ja, Flesh and Blood. Ah, nee. Lonneke, voor 10 seconden. Deze waterplant heeft roze bloemen en een vrucht in de vorm van een doorgesneden kegel. De plant wortelt in een moerasachtige bodem, maar zonder dat de bladeren en de bloemen er ooit modderig uitzien. En is daarom een symbool van zuiverheid. Hoe heet deze bloem? De lotus. Ja, dat is de lotus, ja. Lonneke. Welke voornaam moest je blijkbaar hebben om tussen 1974 en 1998 bondskanselier van Duitsland te zijn? Pas. Kas. Helmoet. Ja, Helmoet. He, want je had, aanvankelijk had je Helmoet Schmidt, een sociaaldemocraat. En daarna had je Helmoet Kohl. Dat was de andere partij. He. CDU. Ja, Helmoet en Helmoet. We gaan door met Kas. In welke stad hebben zowel koning Willem-Alexander als premier Mark Rutte geschiedenis gestudeerd? Leiden? Ja, dat is in Leiden. Ja, ja. Zeker. Voor 10 seconden, met welke historische figuur zijn Charlotte de Bourbon, Anna van Saxe, Anna van Egmond en Louise de Coligny getrouwd geweest? Geen idee. Piet, weet jij het? Geen idee. Lonneke? Pas. Willem van Oranje, de vader des vaderlands. Oh, die is met alle 4 die vrouwen getrouwd geweest. Was dat in die tijd gebruikelijk, Maarten? We hebben het nu dus over de 16e eeuw, hè? Nee, jij ziet dat een soort zonderlinge gewoonte. Maar de eerste ging dood. De tweede werd krankzinnig. De derde ging ook dood. En de vierde heeft hem ruimschoots overleefd. Dus er was verder eigenlijk niks abnormaal aan, behalve in de zin dat is die eerste 3... werden de omstandigheden geëlimineerd. Ja, helemaal niks aan de hand. We gaan door met Kas. Welke in 1996 overleden Amerikaanse zangeres werd de First Lady of Song genoemd? 96? Ja, overleden. Oh, man. Nee, geen idee. Piet. Oh, ik zou deze moeten weten. Dit is zo erg. Ja, dat zou je inderdaad moeten weten. Ik weet het niet. Het is ook heel erg. Maar Lonneke weet het. Nee, pas. Ella Fitzgerald. Ella, oh my god, wat erg. Ja. Ja, want Ella is echt mijn favoriete vocalist in de ooit. Ja. Dus dat is wel, maar ik was niet bezig met wanneer ze dood was. Ze heeft zich nu omgedraaid in haar graf. Ja, dus ik ga met gebogen hoofd naar huis straks. Ik vrees van wel. Kas, in welk jaar werd de Republiek Suriname officieel onafhankelijk van het Koninkrijk der Nederlanden? 1975? Ja, dat is helemaal goed. Zeg Maarten, bij het vieren van het 35-jarig bestaan wilde men de akte van erkenning, dus de onafhankelijkheidsverklaring, feestelijk tentoonstellen in Suriname. Maar dat ging niet door. Waarom niet? Die is zoek geraakt. Zoek geraakt? Ja, wat des te eigenaardig is, er waren 2 exemplaren. Nou, 1 door Juliana getekend en 1 door de minister-president. En beide exemplaren zijn zoek geraakt. Ik weet niet of daar een symbolische betekenis aan moet worden gehecht, maar het is wel, want als je vooral ook op de foto ziet, het waren zulke dingen in een soort van hard kaft en zo, dat je denkt, daar moet echt aan gewerkt zijn. Ja. Of ze zijn gejat door iemand, dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Ja, ja. Kas. De laatste vraag van deze ronde voor 10 seconden. Wie schreef dit jaar het boekenweekgeschenk getiteld Gezien de Feiten? Dat was een vrouw. Heel goed. Nu ja. De naam. Nu nog een naam. Nu de naam. Oh, wat erg. Ik vond dat ik met een vrouw best wel eigenlijk een half minuutje.
Piet? Ik zou het echt niet weten. Nee, Lonneke? Nee. Griet op de Beek. Jazeker, dat is juist. We kijken naar de tussenstand. Kas heeft 0 seconden gescoord. Piet 10 seconden en Lonneke 20 seconden. Tussenstand is dus 60 voor Kas, 70 voor Piet. Lonneke op kop met 80 seconden. En we gaan naar de tweede ronde. En die tweede ronde, dat is de open deur. Daarin zijn we te gast bij 4 bekende Nederlanders. Zij stellen in deze ronde de vragen. Dit zijn vanavond jullie opties. Schrijver Adriaan van Dis, Radio Veronica DJ van het eerste uur Tineke de Nooi. En de strafpleiters Anker en Anker. Kas, jij mag als eerste kiezen. Anker en Anker. Daar komen ze. Toen wij geboren werden, was onze moeder al 40 jaar oud. Een huisarts heeft toen vader voorbereid op de mogelijkheid dat het kind dat geboren zou worden niet helemaal goed zou zijn. Nou, was een slimme huisarts, want had hij toch voor de helft gelijk. Dit speelde zich allemaal af op Schiermonnikoog. Pa was daar burgemeester. En wat weet u eigenlijk van Texel? Zeg het maar. Schuimkoppen. Een schiereiland, een waddeneiland, Waddenzee, grootste eiland van de eilanden die wij hebben daar. Nou, echt niet Schuimkoppen, dat is een lekker biertje. Nee, pas. Piet? Even kijken, eb en vloed, je kan er wadden, wat nog meer? Nee, ik pas, ik weet er weinig van. Lonneke? Den Burg, je gaat er met de boot naartoe. Er is een vuurtoren, Den Hoorn, je hebt een slufter. Pas, ja. Dat mooi woord, hè? En je hebt er heel veel schapen en Jan Wolkers woonde er. Piet, voor jou of Adriaan van Dis of Tineke de Nooi? Ik ben wel benieuwd wat Adriaan van Dis heet. Adriaan van Dis, komt hier. 3 jaar geleden heb ik mijn debuut gemaakt op het festival Lowlands. Ik zou natuurlijk graag beweren dat de hele Alpha-tent voor mij was volgelopen, maar dat was niet het geval. Ondanks een prachtig literatuurprogramma bleek dat veruit de meeste bezoekers naar Biddinghuizen waren gekomen om allerlei andere artiesten te zien. Wat weet u bijvoorbeeld van Kendrick Lamar? Zeg het maar. Ah, dat is easy. Even kijken. Oké, Compton, L.A., Dr. Dre, Good Kid, Mad City, Nobelprijs, of wat heeft hij, een van de prijs gewonnen laatst, dus dat zal er vast wel tussen zitten. Maar Compton niet, Dr. Dre niet, Snoop Dogg heeft de prijs gewonnen, even kijken, wat er meer. To Pimp a Butterfly is denk de plaats van hem. Denk aan je seconde, Piet. Damn, ik noem echt veel dingen over Kendrick, yo. Hoezo neemt hij niks van deze zit? Nou, ik pas dan, dat is crazy. Oh, damn. Wat? Wat is dat? Wow. Damn, yo. Wow. Ja, damn, we zijn later geslapen. Oké, Kas. Hip-hop, stop. Ik heb geen idee. Lonneke. Een rapper uit Amerika. Ja, ja. Pas. En die prijs die hij heeft gewonnen is de Pulitzer Prize. Oh, de Pulitzer Prize. Dat ja, hij is als eerste popartiest heeft hij die prestigieuze Pulitzer Prize gewonnen vanwege zijn diepgaande en poëtische teksten. Voor de appspelers, dit waren de antwoorden op de vraag van de dag. Wilt u ook zo'n slimste mens strandset winnen? Download dan de app en speel mee. De app wordt steeds leuker. Er zijn weer een heleboel nieuwe vragen toegevoegd. We gaan verder. Lonneke, voor jou heb ik nog Tineke de Nooi. Bedankt. Nog steeds vragen mensen aan me, hoe was dat nou op dat schip? Nou, ik was altijd zeeziek en ik ben er nooit zo lang geweest trouwens. Ik mocht niet eens 's nachts blijven slapen hoor. Dat was verboden. Maar de ploeg zat altijd een week aan boord. Te kort om scheurbuik te krijgen. En trouwens, daar is ook wel wat voor. Wat weet u van een citroen? Citroen is geel. Het is een citrusvrucht. Het groeit aan een boom, veel in warme landen zoals Spanje. Je gebruikt het, je kan het drinken of thee door salades. Je kan het uitpersen. Je kan er limoncello van maken. Pas. Piet? Er zit vitamine C in. Het is een citrusvrucht. Even kijken. Het is... de zon, komt uit zonnige landen. Ik pas. Kas. Zuur. Ja. Pas. Oei, ja. Ja.
tussenstand. Piet heeft 41 seconden. Cas heeft 78 seconden. Lonneke ruim op kop met 175 seconden. En we gaan naar de derde ronde. We gaan de puzzelronde spelen. We zoeken drie verbanden die elk worden omschreven met vier trefwoorden. Puzzelronde, altijd lastig, maar je kunt veel verdienen. Piet, voor jou de eerste puzzel. Even kijken, vrouw. Hier steek, versnellingshandel, Erasmus, versteken de dag. Hard ijzer haar, zwarte dag, zwarte bladzijde, open... Denk aan je seconde, hè? Oh, waar de kleef, versnellingshandel, Erasmus. Denk aan je seconde, Piet. Ja, snap, ja. De dag, de vaderdag, de haardijzer, versnellingshendel. Je moet nu echt stoppen. Want ja, ik moet stoppen. Stop dan. Snap. Kas. Erasmusbrug Rotterdam, pet van de pettenflat. Haardroger, Formule 1, versnellingshendel. Gear, stick, snelheid, pas. Lonneke. Pluk. Ja. Pook. Ja. Zwaan. Zo. Ja. Oh. Yo. Ja, wat zei je nou? Ja, pet van de pettenvlek. Ja, maar het is pluk van de pettenvlek, ja. En een gearstick is een pookje, ja. Hè? Een pook, ja. Versnellingspook. En zwaan kleef aan. Ja, dat waren ze. Oh, Piet, jongen, dat wordt lastig. Ja, dit wordt een hele kort bezoek vandaag. Het was heel kort. Kort, maar krachtig. Kort, maar krachtig. Daar gaan we vanuit. Puzzel nummer 2 is voor Cas. Dichtmaak buiten de ogenpoort. Klare, klinkklare onzin. Muziekwijk. Op slot doen. Oostvaarders plassen. Plassen, poort. Poort naar buiten, open je ogen. Parkwijk, Parkwijk. Dat is muziekwijk Almere. Almere, de poort. Dichtmaken buiten de ogen. Op slot doen. Dichtmaken. Stop, pas. Damn, nee. Piet. Nu ben ik. Dichtmaken buiten de ogen. Zeg het snel. Zeg het snel. De buiten, in, pas. De pas. Ja. Lonneke. Sluiten. Ja. Piet, je hebt nog 1 seconde. Met andere woorden, we hebben nu een heel bijzondere situatie. Met 1 seconde kun je niet verder spelen. In het grote spelregelboek van de slimste mens staat nu... dat we in zo'n situatie iedereen er 30 seconden bij geven... zodat we nog eventjes door kunnen. De laatste puzzel is voor Lonneke. Knie, bovenbeen, voet, veel vraat, eter, een slok op spook, bier, schieten, hom en kilometer, 1000 meter, geurs... bier, soort gerst, bokbier, bok, eters, op hersenpan, hersenvlies, hersenschedel, spook. Nou, even denken hoor. Knie, onderbeen, kuit. Ja. Geëten, kilometer, kilometer, kilometer. Vreter. Spook, schaduw. Een schaduw van jezelf, een spook van jezelf. Geest, hersen. Pan, pas, pan, pas. Piet. Ja, ik dacht ook geest. Wat is het dan? Pas op je seconde, hè? Spirit. Ja, trouwens, ik pas. Ik ben super slecht hierin. Cas. Spookrijder, hersenpan van jezelf, schaduw, schim. Ja, dat is hem. Jazeker. De tussenstand is nu Piet 19 seconden, Cas 157 seconden, Lonneke nog steeds ruim op kop met 321 seconden. We gaan naar de vierde ronde. In de galerij krijgt ieder van jullie 8 afbeeldingen te zien met een overkoepelend thema. We beginnen met Piet. Hier is jouw galerij.
Obama, knipoog, Poetin, Merkel, Trump, die Franse boy of whatever die guy is, ik weet niet meer. Pas, sorry. Fidel Castro, George Bush, Nixon, Richard Nixon. Prachtig. Hele goede serie. Kas, nog één. Macron. Emmanuel Macron, juist. Kas, voor jou de volgende galerij. Een mummie. Een pilaar. Pas. Oude Egyptenaar. Mooie afbeelding. Ja, pas. Tutankhamon. Pas. Farao was net pas. Graftombe, pas. Pas. Tutankhamon. Jezus, wat slecht. Piet, er zijn nog vijf. Hieroglyphen, obelisk, pas. Lonneke, nog drie. Cleopatra, pas. We zagen hier dus zaken uit het oude Egypte. En dit hebben jullie gemist. De Sphinx. En de Scarabée. En de Papyrus. Dat was het. Het oude Egypte. Zeg Maarten, het oude Egypte was een vroege beschaving rond 3000 voor Christus. Ontstond in de woestijn. Waar de Egyptenaren de irrigatie uitvonden. Hoe deden ze dat? Nou ja, je kunt eigenlijk niet zeggen ontstond in de woestijn. Die beschaving was volledig afhankelijk van de Nijl. Die weliswaar door de woestijn loopt, maar die één keer per jaar overstroomt. Zoals dat vrij normaal is bij rivieren. Vanwege klimatologische omstandigheden. En dan natuurlijk slip verspreiden over de akkers. Dat moest je goed organiseren, dat ook kon. En daar leefde in feite die hele beschaving van. Zoals eigenlijk vrijwel alle hele vroege beschavingen zijn ontstaan in riviergebieden of in rivierdalen, als je het zo wil noemen. Hmm. Want dat geldt natuurlijk ook voor Sumerië met de Eufraat en de Tigris. En het geldt voor de Indusbeschaving al net zo. Ja, ze waren heel goed in watermanagement. Ja, want ze precies wisten wat ze moesten doen als die rivieren overstroomden. Want dan tapte je dat water af en dan werden die akkers vruchtbaar door het slip wat de rivier had meegebracht. Hmm. Lonneke, voor jou de volgende galerij. Massage. Gordijn. Massage. Vitrage. Ja. Een chameleon. Camouflage. Ja, heel goed. Bondage. Clownage. Wat? Adriana. Pas. Drainage. Regen. Lekkage. Ah. Ja. Wieler, winnen. Pas. Blamage. Ha. Heel goed. Piet, nog twee. Persiflage, pas. Ja, nog één, Kas. Ah, ja. Demarage. Ja, zeker. Ja. Dit was dus een galerij met woorden die eindigden op age. Ja, en dan weet jij persiflage niet. Terwijl je misschien wel eens regelmatig op het toneel persifleert. Nee, je persifleert nooit op het toneel? Nee, ik doe alleen mezelf. Gewoon. Je persifleert ook jezelf niet? Soms een beetje, dat ja, wel. Ja. We kijken even naar de tussenstand. Piet heeft nu 142 seconden, Kas 194 seconden. Lonneke nog steeds ruimschoots op kop met 376 seconden. En nu gaat het er wel een beetje om spannen, want in de volgende ronde wordt bepaald wie de slimste mens van de dag is en wie je morgen terugzien. En wie in de finale gaan strijden om dat andere ticket voor de volgende aflevering. Dus op naar de beslissende ronde. In de ronde het collectief geheugen krijgt ieder van jullie een beeldfragment te zien waarna jullie moeten proberen de vijf bijbehorende trefwoorden te noemen. Het eerste goede trefwoord levert 10 seconden op, het tweede 20 en zo door het naar de 50 seconden. Piet, voor jou het eerste beeldfragment. Komt-ie, let op. Goed, vraag 3.
Een opgave, let u even op, want ik heb een vraag voor u beiden. Een opgave uit een Twentse puzzel. Noem een Twents drankje van 12 letters. Ik moet stand schuldig blijven. Deventer soep. Cola. Zeg het maar. Roepen, mis. Trefwoorden, cola. Thee, ik weet het niet. Je hebt geen idee. Ik heb echt geen idee. Nee, ik pas. Heel goed. Kas. Per seconde wijzen. Kees Driehuis, Spelletje, Avro, Tros, KRO, NCRV, Afvalrace, pas. Lonneke. Presentator, pas. Ja, Kees Driehuis die gaat dit jaar met pensioen. En dat spelletje zetten je, per secondewijzer, daar zitten jokers in bijvoorbeeld. Onderdeel van het spel. En je kreeg een klokje als troostprijs. Ja, als je het verloor dus. Ik ken het hele programma niet, dus ik zat te denken, wat een gekke manier van cola, zeg ik. Kijken van, wat bedoelt hij daarmee? Dus ik was helemaal daardoor. Dus ik zat helemaal daarin, sorry. Ik begrijp het. Kas. Voor jou het volgende beeldfragment. Maar wat hoop jij dat die erfenis is? Ja. Nou, dat het een... de lieve stad blijft die het is. Je hebt hem ook liever gemaakt. Ik hoop het. Ja, ik weet het wel zeker. Laten we maar even doorgaan. Laten we gewoon even een slok wijn nemen. Weet je, dat is altijd een goed plan op zo'n moment. Daar ben ik ook wel van. Zeg het maar. Ewart van der Laan, zomergasten, Abdelhelp Nouri, burgemeester van Amsterdam, groot hart, advocaat, minister, vader van 3 kinderen, 4, 5 kinderen zelfs. Pas. Piet? Oh, pas. Lonneke? Janine Abrich. Pas. En hij is kort na dit interview in Zomergasten, is hij overleden. Ja. Een van jullie ooit burgemeester van der Laan ontmoet? Nee? Ja. Ja? Ja, mijn kinderen zaten bij zijn kinderen op school. Dus dat was wel... Dus je kwam af en toe eens tegen op het schoolplein bij wijze van spreken? Ja, hij was wel betrokken, ja. 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 En iedereen die was zeer onder de indruk van deze man? Ja, zeker. Maar nee, het is een heel mooi figuur en... ja, veel bestekend voor de stad. Ja. Ja. De tussenstand in deze ronde. Piet heeft nu 126 seconden. Kas heeft 255 seconden. Lonneke, 411 seconden. En die moet nog. Dus die heeft een optie genomen op de overwinning. Lonneke, daar komt jouw fragment. I am doing this flight to raise money for a number of charities. I could have gone on and on. Space, here I come. Zeg maar. Dit is Steve Hawking. Hij was wetenschapper. Hij schreef A Theory of Everything. Hij is overleden aan ALS. Hij had een spraakcomputer. Hij zat in een rolstoel. Hij heeft heel veel pas. Piet? Oh, pas. Kas? Big Bang Theory? Pas. Ja, hij was een Engelsman. Kwam uit Groot-Brittannië. Een Britse wetenschapper dus. Ja, dat waren ze. Zeg, Maarten Hawking, die was zwaar verlamd, communiceerde via een spraakcomputer. Hoe deed hij in praktische zin zijn werk? Nou, hij had tenslotte een apparaat waarmee hij door middel van zijn ogen woorden kon kiezen. En daarmee kun je natuurlijk in principe schrijven. Het is een wat moeizame methode, maar daarmee kun je in principe ook schrijven. En ik denk dat die een hoop van die abstracte boel, dat je dat in je hoofd kunt doen als je een begaafd wiskundige bent. Ja. Stel ik mij voor, maar ik ben geen begaafd wiskundige, laat ik dat er direct bij zeggen. Wel vrij bijzonder, hè? Mag je wel rustig zo stellen.
Nou, wat bijzonder is, is dat hij al, ik geloof, zijn 23e hoorde dat hij nog 2 jaar te leven had. En toen besloten heeft er het beste van te maken. En merkwaardig genoeg een heel traag verlopend proces van die alsziekte had. De meeste mensen gaan daar in 2 jaar aan dood. Maar hij is dus, weet ik, 76 geworden, als ik goed reken. Ja. En heeft zijn tijd goed gebruikt, dat kun je wel zeggen. We kijken naar de eindstand. Piet heeft 125 seconden, Kas 254 seconden. Lonneke is de slimste van de dag met 496 seconden. Maar de strijd is hier nog niet gestreden, want wie mag met jou mee naar de volgende aflevering? Is het Piet of is het Kas? We gaan het zien in de finale. Heren, welkom in de finale. Wie het eerste tijd van de ander op 0 seconden brengt, wint de finale. Jullie krijgen steeds 1 vraag waar we 5 antwoorden bij zoeken. Voor elk goed antwoord dat jullie geven, gaan er 20 seconden af bij de tegenstander. Degene met de minste seconden mag beginnen. Dat is ontegenzeggelijk. Piet heeft 125 seconden. Kas heeft er ongeveer 2 keer zoveel. Ja. Maar dat wil lang niet alles zeggen. Hier zijn de raarste dingen gebeurd. Toch voel ik heel veel druk, maar... We gaan het gewoon spelen. Alright. Piet, wat weet je van Victor Mits? Wow, Victor Mits, ik heb geen idee wat dit is. Wie is Victor Mits? Kan ik passen? Nee. Ja, je kan passen. Ja, pas dan. Oh, ja. Kas? Pas. Hij is een illusionist. Hij doet het programma Mindfuck. Hij is arts. En hij pretendeert dat hij precies de werking van het brein kent. En... hij heeft in zijn programma altijd een BN'er. Piet, 119 seconden, Kas, 253. De situatie is niet wezenlijk anders. Piet, wat weet je van Machu Picchu? Pas. Kas. Peru. Oudheden. Zuid-Amerika. Mooie pas wandelen. Mooiste hoogste berg. Pas. Het zijn de ruïnes van een oude stad in het Inca-rijk. Ja, en wordt beschouwd als een wereldwonder, een van de moderne wereldwonderen. En natuurlijk is dat voorwerp van veel toerisme. Er gaan heel veel mensen naartoe om dat allemaal dat te bekijken. Piet, wat weet je van Pia Dijkstra? Niks, wie is Pia Dijkstra ook alweer? Pas. Kas. D66, politica, nieuwslezeres, donorwet, journaal, donorwet, Pia Dijkstra, Tweede Kamer, pas. Het gaat nu in één keer heel snel, Piet. Als hij erbij had gezegd dat ze ook nog vinger aan de pols had gepresenteerd, dan was je al weg geweest. Ja, ik weet maar dat weinig is niet. Heel veel mensen. Pia Dijkstra nooit, kan je niet herinneren? Ik heb geen idee. Geeft niet. Piet, je hebt nog 13 seconden. Kas heeft dus genoeg aan 1 goed antwoord. Jij moet er heel veel geven, wil je Kas nog kunnen verslaan. Ver. Maar je weet maar nooit. Daar komt hij. Piet, wat weet je van Cookie Monster? Sesamstraat, Jim Henson, Blauw, pas. Damn. Kas. Cookie Monster, de stem is van Hero Muller, maar die staat er vast niet bij. Dat is jammer. Pas. Ja, het is een pop en het zingt veel liedjes. Onder andere Verloor mijn koekje in de disco, dat is het bekendste. En praat altijd met de mond vol. Piet, nog 7 seconden. Heel spannend. Wat weet je van Danny Blind? Pas, ik weet niet wie dit is. Kas. Ajax, Champions League. Ja. Piet, man. Ik ken geen van deze mensen. Gooi iets op me die ik ken, joh. Ik ken niemand van deze mensen. Maar ja, je hebt je best gedaan. Ik heb onwijs mijn best gedaan. Ja, en we vonden je een hele fijne gast. Ik vond het heel fijn om met te zijn. We hadden je nog graag een tijdje willen houden, maar ja, het is niet anders. Kas, die heeft jou verslagen. Oké, dankjewel dat je hier was. We zijn er morgen weer. Dan wederom met Lonneke Dort, Kas Jansen en met een nieuwe speler, activiste Anne Fleur Dekker. Ondertussen kunt u thuis natuurlijk de slimste mens spelen via de app. Met dank aan onze onvolprezen opperhoofd Maarten van Rossum. Graag tot morgen. APPLAUS
heb een tijdje schoongemaakt in een bolletjeslikkerskliniek in Bloemendaal. Nee.